Ja, we blijven nog even bij Caroline van der Plas. Want vanzelfsprekend zou zij de belangen van de boeren vertegenwoordigen. Maar in 2019 werd ze ook kritisch bevraagd over de rol van de boeren in Nederland. En dan moeten we gaan bepalen voor de komende 20 jaar, laten we zeggen 20 jaar, hoe de ruimteverdeling in Nederland wordt. Want we hebben een. Ja, maar als die nu 59% voor de boeren is, dan kun je toch wel van uitgaan, als er meer mensen bij komen, als er meer druk op dit land komt, dat het altijd minder wordt. Ik kan me niet voorstellen dat het gaat groeien. Dat lijkt me geen logica. Dat het landbouwareaal gaat groeien. Nee, dat lijkt mij niet. Nee. Als je nu gewoon naar de cijfers kijkt, hebben de boeren relatief voor zo'n dichtbevolkt land een enorm landbouwareaal. Al generaties in de familie, grootste landbouwprestatie uit de wereldgeschiedenis. Ja. Dat kunnen we gewoon constateren. Ongelooflijk exportmachine. Maar moet dat hier? Moet dat hier, Nienke? Je bedoelt dat landbouw voor het grootste gedeelte voor de export, tenminste, dat is wat Kelder zegt. De exportmachine. Hij zegt ten eerste iets waar je ook over zou kunnen struikelen. Van, goh, we krijgen steeds meer mensen in dit land. En waarom, dat is logisch dat dat landbouwgrond kost. Je zou ook kunnen denken, als je steeds meer mensen monden te voeden hebt, dan heb je juist steeds meer landbouwgrond nodig. Dan heb je juist meer behoefte aan boeren. Hij zegt tegenovergestelde, dan kun je die boeren wel opruimen. Dan heb je meer mensen. Over de export, daar zijn veel. Dat is eigenlijk, worden mensen op het verkeerde been gezet. Want er is heel lang gezegd van de landbouw is op 2 na grootste landbouwexporteur ter wereld. Of van landbouwproducten. Dat is geen voedsel. Dat zijn ook machines, dat is kennis. Dat is bijvoorbeeld zaad van onze stieren. Hè, om goede koeien in het buitenland te krijgen. Dus het is helemaal niet alleen maar eten? Het is absoluut niet alleen maar eten. Het is ook sierteelt, is een hele grote. Dus mensen hebben het idee, tulpen. Ja. Dat het voedsel hier, dat we zoveel voedsel produceren dat we de hele wereld kunnen voeden, dat is pertinent niet waar. Ja. De export die geeft ons ook een hele sterke handelspositie. He, dus als je er wordt een klein gedeelte wordt geëxporteerd, bijvoorbeeld babyvoeding naar China. Dat betekent dat China ook weer grondstoffen waar wij niet zonder kunnen, bijvoorbeeld medicijnen, komen heel vaak uit India of China. Dat wij die ook weer krijgen. En zouden we die export kwijt zijn, hè, dat waardevolle ruilproduct. Want ik bedoel, onze euro is bijna niks meer waard. Dus wat moeten die Chinezen met een euro? Zolang wij babyvoeding aan hun exporteren, krijgen wij hun goederen. Een sterke strategische handelspositie. En als laatste, het meeste wordt geëxporteerd dan naar onze buurlanden. Bijvoorbeeld heel veel naar Duitsland. Dat kun je met de vrachtwagen bereiden. Dat is binnen 400 kilometer. Als je dat niet meer doet, dan komen die mensen krijgen dus ook meer behoefte aan voedsel. En dan ga je dus met elkaar concurreren van ander voedsel. Ja, waar het dan ook maar vandaan moet komen. Dus de voedselzekerheid staat al onder druk. En door het Nederlandse, ik durf het gewoon verschrikkelijk wanbeleid te noemen, komt het steeds meer onder druk. Ja, onze minister van Buitenlandse Handel die gaf ook aan dat de VN, bij de VN dat de honger wereldwijd toeneemt. Hoe kan je dat rijmen met wat er nu de boeren met nou, niet. Overleg? Dat kun je niet rijmen. Nee. Maar ik hoor ook niemand die daar ooit mee bezig is. Nou, de Oekraïne-crisis heeft er wel iets mee te maken. Door die oorlog is. Aanvankelijk is de hele export kwam stil te liggen. Maar door dat akkoord wat dankzij Erdogan Turkije is gesloten tussen Oekraïne en Rusland, is die export toch weer een beetje op gang gekomen. Hè. Die deal is onlangs verlengd. Maar dat is ook een vraag die ik dan voor jou heb. Want stel je voor, we hebben gezien, wat ik net zei, gezien wat er in Oekraïne gebeurde met die oorlog. Die graanexport, die viel stil. Er ontstond honger in de wereld. Ja. Wat zou er nou gebeuren als Nederland niks meer zou exporteren naar het buitenland? Wat zou dat wereldwijd betekenen? Ja. Dat betekent sowieso in de buurlanden. Hè? Want nogmaals, de meeste export die gaat naar de buurlanden. Dus dan heb je daar al honger. Maar dat wordt natuurlijk een soort sneeuwbaleffect. Maar het mooie is van de Oekraïne dat je het noemt. Hè? Op een gegeven moment was daar een haven geblokkeerd, waardoor dat graan niet weg kon komen. Zo. Domeinen die de Oekraïners daar hadden neergelegd, en toen kreeg Rusland de schuld. Ja, precies. Ja, ja. Maar goed, even het kwetsbare. Als bij ons de Rotterdamse haven gaan blokkeren, dan heb je al een gigantisch probleem. Want je kunt gewoon niet dagen op voedsel wachten, laat staan jaren. Ik vraag mensen wel eens van, hoe lang moet jij erover nadenken als je vanmiddag wilt eten, hoe lang moet je erover nadenken? Denk mensen, niet. Ik stap in de auto, rij naar de winkel.
Boeren moeten veel langer erover nadenken voordat ze voedsel kunnen produceren. Je hebt grond nodig, je moet geluk hebben met het weer. En je moet de zaden hebben en de kunstmest of je mest om het te laten groeien. Dus ja, dat is wel iets in Nederland dat mensen daar gewoon niet meer bij nadenken. En dan ook heel makkelijk meegaan in zo'n verhaal van... jongens, we exporteren zoveel, dus er is zoveel eten, we hoeven er niet druk over te maken. Mm. Ja, gisteren hebben wij ook gesproken met de landbouweconoom van de Universiteit Wageningen, Petra Berkhout. En zij kwam met een hele interessante quote. We zien het hier. De export van de Nederlandse boeren is van essentieel belang voor de werkgelegenheid, de economie en de internationale handelspositie van Nederland. Nederland is geen eiland. Landen om ons heen hebben onze producten nodig. Net zoals wij heel veel moeten importeren van anderen. Dat is, komt inderdaad aardig overeen met wat jij zegt, Nienke. Alleen dan van een bron die daar eigenlijk geen eigen belang bij heeft. Dus dat lijkt toch wel erop te wijzen dat het... Ja, van Wageningen ook nog. Maar dit is natuurlijk de hele crux. Hè. Het wordt vaak een beetje als borrelpraat van... ja, maar we exporteren toch alles, dus dan hebben we het toch niet nodig. En eigenlijk dat soort gesprekken, die verzieken ook een beetje de discussie dan. Hè. En terwijl, als je het dan voor de boeren opneemt... dan wordt je al ook vaak in een hoek gezet. Dus het polariseert ook nog eens. Dus in dat opzicht is het ook wel jammer. En ook goed dat je dit aanbrengt. En ook dat zij eigenlijk daarvoor in de bres springt. Het belang van de boeren. Hè? Want geen boeren heb je geen voedsel. En je zei van, ja, zij heeft er geen belang bij. En ik natuurlijk wel, want ik heb een bedrijf. Maar aan de andere kant, ik zeg het vaak tegen mensen van... het zijn onze bedrijven, maar het is jullie eten. Ja. Hè? Dus je hebt toch mensen nodig die 7 dagen in de week daar zich voor in willen zetten. En anders dan je voedselsoevereiniteit is gewoon enorm belangrijk. Ja, dat vinden wij bij BVNL. Ja. Nederland is ook vrij uniek betreft de grond die wij hebben. En wat wij hier kunnen doen, wat op andere plekken toch wat lastiger wordt. Ja, absoluut. Ja. Ja. Erik, hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, ik eet al sinds mijn 18e geen vlees meer. Dus ik geloof niet dat ik een grote bijdrage lever aan de boeren. Maar dat is ook iets... kijk, ik bedoel, of je nou plantaardig gaat eten... Ja. Maar planten groeien niet zonder meststof. Hè? Dus ook voor... Het maakt me helemaal niet uit of mensen wel of geen vlees eten. Maar je hebt... Ik vind het zielig voor de dieren. Ja, vooral voor die dieren die samengepakt in die... Maar dat moet iedereen helemaal zelf weten. Ja, wat dat is wellicht een onderwerp voor de volgende keer. Ja. Nee, mag niet de censuur nemen. Nee, maar het gaat erom dat je voldoende voedsel hebt. En voldoende koolhydraten en eiwitten en vetten en zo. Dus ik wil dan ook graag van de mensen horen die zeggen... van je moet die hele veeteelt weghalen. En die landbouwgrond, die wordt dan helemaal volgebouwd. Want daar zijn ze mee bezig natuurlijk. Wat ga je dan wel je mensen voeden? Ja, nou ja, de andere krant schreef er eerder ook over de strijd om de graanschuur Europa. Zie jij parallellen, Erik, met wat er nu gaande is in Oekraïne? Nou, in Oekraïne hebben de boeren het ook moeilijk, maar dat gaat dan vooral om de kleine boeren. Want er zijn heel veel boerenzonen die nu voor het leger vechten van Zelensky. Heel veel boerenzonen of boeren die zijn omgekomen in die oorlog. En daarna speelt eigenlijk het verhaal over de landhervormingen in Oekraïne. Want onder druk eigenlijk van de grote investeerders, de Wereldbank, Internationaal Monetair Fonds. Kun je wat namen noemen? Nog wat meer namen? Nog wat namen? Lekker. Nou, BlackRock wordt niet genoemd in het artikel van onze hoofdredacteur, die dit artikel heeft geschreven. Onder druk van al die investeerders zijn er onder Zelensky landhervormingen zijn er doorgevoerd. Het is nu al zo dat 28% van alle landbouwgrond in Oekraïne is in handen van een aantal oligarchen. En het wordt alleen maar meer. Hè? En ik zeg oligarchen en ook westerse concerns. Hè? Dus investeringsmaatschappijen en alles. Ja, door die landhervormingen die zijn doorgevoerd, wordt dat alleen maar meer. Hè? Dus steeds meer grond in handen van steeds minder mensen. Ja. Gaan we daar ook dan naartoe? Want we hebben het dan net ook over het uitkoop van boeren gehad in Nederland. Hè? Dus ook een soort centralisatie van waar het voedsel dan vandaan komt. Wat je dus daar bij oligarchen zit. Mm-hmm. In hoeverre is dat vergelijkbaar dan met Nederland, denk je? Ja... Ik zie daar niet echt een parallel, omdat daar in Oekraïne gaat het over iets heel anders. Daar gaat het eigenlijk zuiver over
ja, moet je zeggen, hoeveel grond gaat... Ja, het gaat over grondbezit. En ja, daar gaat het in Nederland ook over. Maar daar, bij ons in Nederland gaat het over stikstof. In Oekraïne gaat het helemaal niet over stikstof. Ja, ja. Nee, maar weet je, het is wel de kwetsbaarheid wordt wel... Want kijk, als je hier al die boeren weghaalt... dan zul je het voedsel ergens anders vandaan moeten halen. Dan hoef je niet de economie volgens mij niet te hebben. Bijvoorbeeld. En er zijn, nou ja, je ziet ook dat de Nederlandse overheid nu... terwijl ze haar eigen boeren weg wil hebben... investeert in de Oekraïnse boeren. Of dat zijn dan ook vaak Nederlanders die daar dan bezig zijn... Maar dan zie je dus ook dat het aan de andere kant... dat het helemaal geen zekerheid is dat het voedsel ook weer terugkomt. Ja, want als het door oligarchen of wat voor elite ook wordt opgekocht... wie zegt dat die er belang bij hebben om de Nederlandse bevolking te voeden? Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Als die het voor veel meer geld aan China kunnen verkopen... Ja. Dat voedsel of dat graan of andere delen in Azië... of misschien wel via een tussenroute weer terug naar Rusland... dan gaan ze dat doen. Hè, die hebben helemaal geen... Een regering die moet zorgen dat zijn volk voldoende voedsel krijgt. En dat gaan die oligarchen in de Oekraïne echt niet voor ons regelen. Ja, je noemde heel terloop China. Ik heb een tijdje geleden alweer vernomen... dat de Chinezen heel veel landbouwgrond in Nederland opkopen. Ja. Weet jij daar iets van? Nou, in Nederland volgens mij over de hele wereld. Want die zien natuurlijk dat ze voedsel nodig hebben. Ja, ja. Dus dat schijnt over de hele wereld te gebruiken. En dat gaat natuurlijk onder andere namen, hè, verpakt achter ander. Maar... andere regeringen zie je dus wel moeite doen om landbouwgrond. Want zonder landbouwgrond... Hé, jij zegt, ik eet geen vlees, dat is helemaal prima. Dus je gaat iets anders eten. Eiwitvervangers, maar altijd die zullen... gezond gebleven. Die zullen... Ja, maar daar zeg ik helemaal niks over. Maar die zullen ook ergens moeten groeien. Ja, ja. Dat moet ergens groeien. Hè, en, ja, en als ik dan aan de woorden van Rutte denk, met zijn foodhubs... ja, ik heb dan zo'n gevoel van... dat zijn een soort van voedselbanken in het groot... waar mensen alleen heen kunnen. Dat zijn gewoon grote schuren, loodsen... waarvan je niet weet wat erin zit. Je mag alleen naar binnen als je braaf bent geweest. Als je een toegangscode hebt. Ik vind dat wel een hele gevaarlijke ontwikkeling. Ja, want je legt eigenlijk je grootste levensbehoefte... je eerste levensbehoefte in de handen van andere... ja, instabiele, mag ik zeggen, corrupte landen af en toe. Ja. En dat zie je ook in dat landbouwakkoord. Dat ze dus willen gaan verduurzamen. Maar dat betekent ook dat andere landen waar zij mee samenwerken... dat ook moeten doen, omdat daar dan anders een concurrentieconflict in zit. Mm-hmm. Dus ook daarin is het heel erg onzeker eigenlijk... wat ze hier in Nederland van plan zijn. Met betrekking tot misschien in de Oekraïne of waar we dan het voedsel vandaan moeten. Wat zijn ze van plan? Ze willen het hele land volbouwen met huizen, toch? Ja. En, dat is toch wat zo'n three state city. Ja. Google even dat woord, three state city. Dit is echt een plan wat er ligt. Ja, ik heb er nog wel ze willen van Nederland één grote stad maken. Maar Bas, jij maakt hier eerder een uitzending over die tri-state? Ja, ik heb er wel eerder een uitzending over gemaakt. Maar er moeten in ieder geval 1 miljoen woningen bij van Hugo de Jonge. Dus dat die erbij moeten komen, dat is één ding dat zeker is. Ja. Zeker. Dat is het plan. Boeren toch een beetje het vermoeden ontstaan dat het wellicht niet om natuur en milieu gaat. Daar gaat het sowieso niet om. Ja, de naam Monsanto wordt ook wel eens genoemd in verband met Oekraïne en de grond daar. Valt daar nog iets over te zeggen? Ja, het is echt de elite al die nog veel meer macht krijgt. Ik bedoel, als jij het voedsel beheert, dan heb je alle macht over een volk. Dus zo zie ik het. Ja, ja. Hm. Ja, goed. En dan tot slot het landbouwakkoord. Gaat het er komen? Ja, wat denk jij, Nienke? Gaat het er komen? Nou, het gaat in ieder geval nog heel lang duren. Het is sowieso juli, zeggen ze al. Hè? Dus, en dan heb je daarna nog een reces. Want ja, we moeten ook nog op vakantie. Dus dan in september gaan we er een keer aan zitten, denk ik. Dus Rutte 4 hebben we nog tot september. En dan, ja, daarna moeten we kijken wat Wopke Hoekstra gaat doen en wat het akkoord gaat doen. Goed, we houden het in de gaten. Dank je wel, Bas.